jij nou ook zoiets van, yo Rick, wat zijn er veel recepten in Minecraft? Hoe kan ik alles in vredesnaam onthouden? Nou, dat is waar deze aflevering voor is. Yo, ik ben Rick en welkom bij Hoe Werkt Minecraft? Aflevering 5. In deze serie leg ik uit hoe verschillende elementen van Minecraft werken. Op het moment zijn we bezig met het begin. Hoe overleef je je eerste dag? Hoe vind je een bed? Hoe krijg je ijzer? Hoe vecht je in het spel? En in de volgende aflevering gaan we naar de grotten toe. Op zoek naar allerlei leuke spulletjes zoals ijzer, goud en diamant. Maar voordat je die kant op kan, heb je natuurlijk een aantal dingetjes nodig. Je hebt een zwaard nodig, je hebt een houweel nodig, je hebt een schep nodig, je hebt een bijl nodig, je hebt een boog nodig. Misschien een schild zelfs wel. Eigenlijk ook wat verdediging in de vorm van een harnas bijvoorbeeld. Maar goed, ja, al die dingen hebben recepten en ik kan ze niet onthouden. Hoe werkt dit? Nou ja, er is een functie en die heet het receptenboek. Dat is dit groene dingetje als je je inventaris opent. Nou, als je deze openklikt, dan is het nou een hele mikmak bende van ellende. Dus eigenlijk wat we moeten doen is even een nieuwe wereld starten waarin ik je dat wat beter uit kan leggen. Ik heb er bewust voor gekozen om niet dit aan het begin van deze serie te laten zien, want het kan af en toe een beetje onduidelijk zijn hoe het boek werkt. En als je niet weet wat je moet hebben, dan kan je nog steeds niet heel veel met deze functie. Dus ik ga even een andere wereld starten. We gaan daarna natuurlijk gewoon weer terug naar deze wereld. Maar daarin kan ik je even laten zien wat de functies zijn van dit boek. Kijk eens aan. Het voelt alsof we gisteren de nieuwe wereld van Hoe Werkt Minecraft gestart zijn. Nou ja, we zijn gelukkig ook in een bos begonnen. Dat is goed. Kijk, daar zijn wat grotere bomen. Dat is ook leuk om te zien. Verder niet echt bergen zoals we die in onze eigen wereld hebben. Net zoals in de allereerste aflevering is de eerste stap natuurlijk het slaan van bomen, zodat je wat hout krijgt. Nou, dan krijg je meteen al rechtsboven te zien nieuwe recepten vrijgespeeld. Laten we in ieder geval even een paar boomstammen omhakken en dan kunnen we kijken wat dat receptenboek dus daadwerkelijk te bieden heeft. Oké, nou, we hebben dus één boom omgehakt. In totaal hebben we nu 6 eikenstammen. Dat is top. Laten we dit boek openen. En zoals je kan zien, er zijn eigenlijk maar 2 dingetjes die wij hier kunnen doen. We kunnen deze eikenhout maken. Ja, we hebben eikenhoutstammen, daar hebben we verder niks aan, dat is leuk voor te bouwen. Maar we hebben planken nodig. Want planken is natuurlijk de basis van alle dingen. Nou, als je erop klikt, dan kan je zien dat er automatisch een eikenstam vanuit hier naar je crafting vierkantje gaat. Dus als we dat doen, we klikken er een paar keer op. Zoals je kan zien, werkt dat best wel lekker. Nou, we pakken onze planken, leuk. Die zetten wij neer en wederom nieuwe recepten vrijgespeeld. Nou ja, dan krijg je een aantal dingen. Wat hebben we hier? We hebben een knop. We hebben een drukplaat. Een werkbank. Stokken. Ja, een paar dingen extra, zeg maar. Nou, gaan we door dit recepten dingetje heen. Het staat dus gecategoriseerd in verschillende elementen. Dit is redstone. Dit is miscellaneous, dus overig. En dit zijn bouwblokken. Nou ja, we gaan naar miscellaneous en we hebben wat stokken nodig. Dankjewel. En we hebben nog een paar stokken nodig. Dankjewel. Zoals je kan zien, wederom weer wat recepten vrijgespeeld. Nou ja, die staan nu niet hier, die staan nu niet hier, die staan nu niet hier, die staan nu ook niet hier. Want we kunnen ze niet maken in deze 2x2. Dat is dus een beetje het verraderlijke aan dit boek. Als je dat soort dingen niet weet, dan kan je daar best wel door op het verkeerde pad geleid worden. Laten we een werkbank maken. Nou, we klikken 1 keer daarop, dan klikken we op die. En we hebben een werkbank. En in die werkbank, wow, wat is dit? Dit is opeens heel erg druk. Nou ja, we hebben in totaal 3 dingen natuurlijk in onze inventaris. We hebben eikenstammen, we hebben eikenhouten planken en we hebben stokken. En deze 3 dingen zijn basisingrediënten die nodig zijn voor heel wat recepten. Recepten zoals wat dus? Een vat, de kruisboog, eikenhouten borden, eikenhouten deuren, planken, nou ja, noem het allemaal maar op. Allemaal spullen die je hier terug kan vinden. En ook weer gecategoriseerd, dus dit zijn stukken gereedschap, dit zijn bouwblokken. Kijk, we kunnen trappen maken. We kunnen kampvuren maken, superleuk. We kunnen hekken maken. En we kunnen valluiken maken, poorten maken, deuren maken. Zoek het maar op. Maar we willen natuurlijk een houweel hebben. Want we gaan op zoek naar steen. Nou, dan doen we houweel typen. Oh, dat doe je niet zo. En dan kan je dus een houweel vinden. Maar goed, wederom, als je niet weet waar je naar op zoek bent, dan kan dat natuurlijk best wel verraderlijk zijn. Laten we vervolgens deze werkbank meenemen en op zoek gaan naar wat steen. Nou, een kleine tip. Als je op zoek bent naar steen en je kan het zo snel niet even vinden. Nou ja, daar is wat steen. Maar goed, dat is best wel hoog.
Je kan ook naar beneden graven. En dan zou ik wel aanbevelen om even een trappertje te maken. Dus dat je ook weer omhoog kan komen natuurlijk. Maar als je diep genoeg graaft, dan kom je vanzelf ook steen tegen. Zoals je dus nu kan zien. Dan pak je je houweel en dan ga je je steen hakken. Zoals je kan zien, we krijgen weer een melding dat we weer nieuwe recepten hebben vrijgespeeld. Laten we de werkbank openen en eens kijken wat we nu allemaal kunnen. Nou, we kunnen een hendel maken, we kunnen een stenen schep maken, we kunnen een stenen bel maken, een stenen houweel, we kunnen oven maken, een stenen schoffel en een stenen zwaard. Dus uiteindelijk, een boekje heeft het best wel mogelijkheden, maar moet je maar wel weten hoe je het moet gebruiken. Nou, kijk eens aan. We hebben even wat gemijnd. We hebben nu ruim een stack aan keistenen. En stel, ik heb nou opeens de behoefte om 8 ovens te maken. Laten we er 8 doen. En, oh, ik weet eigenlijk niet meer wat het recept van de oven is. Dan kunnen wij hier in ons boekje op zoek gaan naar die oven. Die oven is hier. Als we er 1 keer op drukken, dan krijgen we het recept van de oven. Dus dat is best wel nuttig. Dan weten we, oh ja, dit is hoe de oven werkt. Maar als je shift ingedrukt houdt en je klikt op die, dan gaat hij alle materialen die jij hebt in je inventaris bekijken. En zoveel mogelijk maken als dat hij kan. 6 is te weinig om er 1 te maken, want je hebt 8 stenen nodig om een oven te maken. Maar als je dan vervolgens weer op shift klikt, drukt, dan maak je ze allemaal. Dus dat is best een handige manier om snel dingen te craften. En zoals je kan zien, we hebben dan weer nieuwe recepten vrijgespeeld. Wederom niet in je normale scherm, want je hebt maar een 2x2 crafting. Maar als je naar je 3x3 gaat, dan kan je zien, oh, we hebben een roker. Zoals je kan zien, weer een nieuw recept met die oven vrijgespeeld. We zijn weer terug in onze normale Hoe Werkt Minecraft wereld. En we kunnen dat boek wel even gebruiken. Laten we bijvoorbeeld wat hekken gaan maken. Nou, hekken, dat is het volgende recept. 2 stokken hier in het midden en daar buitenom de verschillende planken. Als wij vervolgens bijvoorbeeld deze sparrenhout pakken en hiervan wat planken maken, dan kunnen we zowel eikenhouten hekken maken als sparrenhouten hekken. Welke willen we nou? Als we nu op eikenhouten klikken, dan gaat hij eikenhouten hekken maken. Maar nee, we willen sparrenhouten planken. Nou, als we dan op deze rechte muisknop klikken, dan kan je zien dat we hier verschillende recepten krijgen. Sparrenhout, eikenhout en berkenhout. En hierin kunnen wij dus selecteren welke we willen hebben. Nou, we willen sparrenhout, super nice. En die kunnen we dan zo maken, zoals je wel kan zien. Dan pakken we deze planken. Laten we er nog even een paar meer maken. Zo, in totaal 15, dat is hartstikke netjes. En we kunnen hiermee bijvoorbeeld een hek bouwen om onze tijdelijke basis heen. Zodat als wij naar buiten gaan, dat we iets veiliger zijn voor alle monsters die 's nachts komen. Nou, dat is hartstikke netjes. We hebben hier alleen een hek nodig natuurlijk. Dus laten we weer terug naar binnen gaan. Helaas is ons sparrenhout op, dus dat is een beetje jammer. Maar goed, als we dus weer wat stokken maken en wat planken maken, dan gaan wij op zoek naar een hek. Ja, we willen dus nu voor het moment even een eikenhouten hek, want we hebben geen sparrenhout meer. En die plaatsen wij daar dan tussen. En dan hebben wij een hek waar wij mooi tussendoor kunnen gaan. Super handig. Dus wat dat betreft kan dat boek best een hoop voor jou betekenen als je weet waar je naar op zoek bent. Ik zelf vind het veel leuker om te spelen op geheugen. De meeste recepten ken ik gewoon, dus doe ik het zo spelen. Maar het is maar net welke speelstijl jij wil hanteren. Dus het ligt aan jou of jij ervoor wil kiezen om dat boek te gebruiken. In mijn survival wereld Let's Play, dus onze videoserie, gebruik ik dat boek af en toe ook wel eens. Dus zo'n boek heeft best wel handige functies, dus ja, wees zeker niet bang om hem te gebruiken. Maar wees zeker ook niet bang om te vertrouwen op je geheugen om recepten te onthouden. Dat gaat het zijn voor vandaag. Ik hoop dat je wat geleerd hebt. Als je nog vragen hebt, laat het me weten in de reacties. En dan gaan we de volgende keer de grotten in op zoek naar ijzer, op zoek naar goud en op zoek naar diamanten. Dus dan zie ik je de volgende keer weer terug bij Hoe Werkt Minecraft. Later!